Gelukkige verjaardag. Dank je. Maar het was gisteren, hè. Ja. Sst, we hebben nu eens een excuus om kava te drinken. Zeg, en uw ma, die laat ons gewoon in de steek om een wellnessje te doen. Ja, die zal van deze middag weg. Ja, dat ze ferm gelijk heeft. Ik wou dat ik in haar plaats was. Oh, dat zou zo'n deugdoende massage kunnen. Oh, ja. Ze was een schone gast met een bloot bovenlijf. Oh, ja. Maar ik denk wel, als er zo'n gespierde gast ons papa gaat masseren, dat hem rap zou weglopen. Wie, uw papa of je gast? Zeg, Stefanie, hoe is het geweest met je examen gisteren? Ah, ja, ja, goed. Ik was geslaagd. Ja, met felicitaties van de jury. Wauw. Ja, merci. Maar ja, de echte test is nu vrijdag pas. Hè. Dan moet ik auditie doen voor de filmproductie. Het zal wel wat moeilijker zijn nog. Je moet toch zo onzeker niet zijn? Nee, je hebt ondertussen toch al bewezen dat je iets in je mars hebt. Ja, toen dat jij mij onder handen genomen hebt, hè. Het was lang geleden dat Jan nog zo naar mij gekeken had. Maar ik was vooral dankbaar dat ik op u heb mogen oefenen. Dat heeft mijn zelfvertrouwen echt een boost gegeven. Hè. Maar ik had zo nog wel wat meer willen oefenen. Oh, maar kandidaten genoeg, hoor. Ja, je mag op mij al direct beginnen. Hè. Ja, mij ook. Maar daar heb je grief voor nodig, zeker. Ja, maar dat is eigenlijk geen probleem. Het is gewoon mijn voorbedachte raden. Oh, wij zijn daar gewoon in getrapt. Yep. Hey, maar als je niet wilt, dan moet dat niet. Hè. Maar jawel. Allee, ik bedoel... Wie wordt het eerste slachtoffer?